Slane Kujovic, vandaag werd je voorgesteld aan de pers. Je hebt voor 2 seizoenen getekend bij Club Brugge. Waarom die keuze voor Club Brugge? Ja, omdat ik Belgische competitie heel goed ken. En mijn familie is hier. En natuurlijk de belangrijkste reden is dat Club Brugge altijd een topclub is geweest. En ze hebben heel veel ambitie. Wat zijn mijn verwachtingen? En dat is minimaal 1 keer in die 2 jaar kampioen te worden bij Brugge. Club Brugge is hier bezig met een heel nieuw professioneel project. Sprak jou dat ook aan? Ik heb 1 jaar bij Levante gespeeld in Spanje. En dat is in Spanje zelfs op niveau van tweede klasse heel normaal. Ik vind dat is niks speciaal gezegd. Ik vind dat dat heel spontaan van een groep moet komen. Dat een hele organisatie, een hele project, dat is professionalisme. En daar moet elke ploeg gewoon naar streven. Hoe goed ken je Club Brugge? Ja, ik heb nog kans gehad bijna 10 jaar geleden om naar Club Brugge te komen. Ik heb toen andere ambitie gehad. En ik ken Club Brugge als club die elke jaar voor de titel, elke jaar voor de prijs gaat. En dan zeg ik voor mezelf, dat is ook een mooie uitdaging. Als ze nog Europees halen, dan wordt echt drukke, moeilijke, zware, maar wel schitterende campagne volgend jaar. Pauline Koosmans, sinds ze als titularis, hebben ze het met jou gehad over je toekomstige rol dan? Ik ben altijd professioneel met mijn werk bezig geweest. En natuurlijk is, als je concurrentie aangaat met zo'n jonge keepers, dan moet je voorzichtig in zijn. En ik zal zeker niet proberen om hun af te breken, maar wel met mijn ervaring een beetje die jongens te helpen en te begeleiden. En proberen hun ook beter keepers te maken. En ik denk dat ik heel veel kan betekenen, niet alleen voor de jonge keepers, maar ook voor de hele groep. Maar ik vind dat als je familiaire, goede, harmonische sfeer in een groep hebt, dat is basis van elk succes.